welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je dan ook uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er ook iets van opsteken. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met FC Twente tegen AZ Alkmaar. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten, laat een like achter. Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion. Wat even wachten is op de aftrap. Jeroen Guter en ikzelf, Siert de Vos, wij zitten paraat. Deze wedstrijd van commentaar te voorzien. En het duel dat we uitzenden is er één in de Eredivisie. Dit wordt vast en zeker een boeiende pot. Siert. Dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Nou, die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Frederik Mitsje. Deun Koopmeiners. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. En daar eindigt de aanval. Dit moet de voorsprong worden. Ja, goal! Het is het openingsdoelpunt van het duel. En zo lang zijn we nog niet bezig. Wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar het echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Het is een bijzonder slot. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Dani de Wit. Frederik Mutsje. Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Hahaha, hocus pocus. Wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Ja, dat getuigt van spel in zich. Opgevangen en meteen weer weg. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Daar dreigt de gevaar, maar hij onderschept de paas. Speciale aanbieding. Nu heel slordig die bal uitlaat. Voor de prijs van 2. Scoor ze in de kutwinkel. Bruno Martins Indy. De Alkmaarders in de aanval. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. Ja, en dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Door die actie gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop. Hij wordt kort genomen. Met een tackle pakt hij de bal af. Ze kunnen snel uitbreken nu. Blijft goed aan de bal. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. En een mooie kans. Schitterende reactie. Zo dichtbij ingeschoten. Ik dacht dat hij erin ging. Maar wat een geweldige reflex. Hele adequate redding. Bal wordt voor het doel gebracht. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Nog steeds iets verder. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is nog lekkere voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Ja.
Ja, het gaat natuurlijk fout doordat de bal veel te lang in het 16 meter gebied is. De verdediging slaagt er niet in om in te grijpen. En met fatale gevolgen. Dan is het hangen. Dani de Wit. Frederik Mitsje. En een offensief van AZ. Vooraf hadden we onze hoop op deze speler gevestigd. Maar ze maakt het nog niet echt waar. Het balbezit is vaker voor de thuisploeg. Ze maken de dienst uit op het middenveld. En als ze de bal al eens inleveren, dan is het van korte duur. Schot! Ja, leuk dat die speler nog even scoort. Maar het doelpunt telt natuurlijk niet. Ja, maar dat was toch al duidelijk? Toch? Het was zo goed te zien dat dit buitenspel was. Dani de Wit. En de bal is voor hem. Hij geeft hem diep. Uitstekende mogelijkheid. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Je moet hier toch op bedacht zijn hoor. Die bal die ploft ineens voor zijn voeten. En dan plukt hij hem heerlijk uit de lucht. Schitterende volley. En een mooie goal. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Hij gaat verder. Hij neemt het schot. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Deze wordt kort genomen. Hij trekt naar binnen. Bal veroverd in de eigen 16. Een kans hier. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Goeie tackle en bal terug in bezit. Kijk, slim balletje hoor. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Nog steeds aan de bal. Voorzet in de 16. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. En eens te meer laten ze je zien hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Want ja, deze voorzet was natuurlijk nauwelijks te verdedigen. En de afronding die daarop volgt is misschien nog wel mooier. Hij haalt verwoestend hard uit, nog voordat de bal de grond raakt en de doelman is geklopt. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Ze krijgen 2 minuten blessuretijd van de vierde official. Ze zetten hoog druk. Die bal wordt goed onderschept. Er wordt gefloten voor de rust. Hierbij gaan we de rust in. 4-0. We gaan gauw verder naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Robin Prupper. Mooi, langs de tegenstander. Kant van dichtbij. Een doelman met een redding.
Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Statistieken liggen niet, Siert. Deze wedstrijd zou wel eens een heel beschamende afloop kunnen krijgen. Moet je nou toch kijken, die verdediging. Hier, opeens, het moment om uit te halen. De aanvaller stond duidelijk in buitenspelpositie. Dan kan die mooie kans niet verzilveren. Wat gaat hij nu doen? Zonder bal wordt het lastig scoren. Steekt die bal maar door. De tegenstander let echter goed op. Hij kan ertussen komen. Karlsson. Een sluwe steekpaas. Wat een snoek daar. Zeg, geweldige redding van deze keeper. De bal komt voor het doel. Het gevaar is nog niet geweken. Dit kan maar eens een kans opleveren. Hij houdt het schot tegen. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. De verdediger stopt die voorzet af. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Teun Koopmeiners. Dani de Wit. Een kans op een counter. En een ruimte op de vleugel. En dan de voorzet. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Ja, daar zit hij goed tussen. Michel Vlap. Maar er komt hulp aan. Gaat dit wat worden? De doelman reageert zoals hij moet doen. Hij pakt de bal. Frederik Mietje. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. En een eenvoudig blok. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Nog steeds in aanval. En de voorzet zeilt over iedereen in het centrum heen. Wordt in de 16 gegeven. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Het doelpunt ontstaat eigenlijk door die voorzet die je gerust vlekkeloos mag noemen. Dat zie je hier nog eens en van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Teun Koopmeiners. Blijft aan de bal. Oké, we tellen deze mee. Ook al is het meer voor de eer. Geweldig hoor. Hoe hij zijn tegenstander in de luren legt en dan de kans verzilvert. Knap gedaan. Voor 5 tegen 1. En we voetballen weer verder. Vangelis Pavlidis.
Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. Frederik Mietje. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. In de loop gegeven. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Blijft goed aan de bal. Voorzet gaat naar het midden. Dit blijft dus toch een makkie voor de keeper. Die de bal eenvoudig buit maakt. Nog 2 minuten blessuretijd. Daar heb je een fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis gewonnen. Wat was dit? Hierbij winnen we de wedstrijd 5-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.